Oké, hier ben ik dan. Gisteren is er ingebroken in mijn auto. Mijn ruit was helemaal ingeslagen. Toen ik anderhalf uur in een pizzeria zat. En hier zie je wat resultaten. Hier zie je dus allemaal glas. Hier stond een koffer met camera-spullen in. Zo batterijen, opladers, mijn dollytje, nog wat andere dingen. En dan moeten ze echt binnen zijn gekropen, want mijn deuren waren nog allemaal vast. Dus ze hebben niet langs binnen iets open gedaan. En ze waren tot in de voorkant gegaan, hebben dat open gedaan. Al mijn autodocumenten en zo eruit genomen. Alles wat daarin zat van papieren, een klein spaarpotje met geld in en met wat souvenirs dat ik van mensen kreeg onderweg. We hadden nog gezorgd dat alle gordijnen toe waren toen we hadden geparkeerd. Ik vind het heel bizar dat ze hebben durven inbreken, want voor hetzelfde geld was ik binnen aan het slapen. Mijn gitaar genomen, zelfs een oplader van mijn autobatterij. Allemaal alles wat elektronisch was of wat ze iets of wat van waarde schatten. Aan deze kant zelfs mijn frigo die hieronder stond meegenomen. En ze zijn hierop gaan staan of ze hebben dit afgebroken. Dus ik heb gewoon niks meer buiten de camera die ik rond mijn nek had. Dus mijn autopapieren zijn weg. Dus inschrijvingspapier, gelijkvormigheidsattest. Vier harde schijven waar alles op stond van de laatste 3-4 jaar aan beeldmateriaal en zo. Omdat ik ook gewoon een rommelige of een niet zo geordende man ben en ook niet met cloud systemen werk. Dus mijn laptop, 2 camera's, een spierreflexcamera en een GoPro met alle toebehoren en alles erop en eraan. Een heel dure lens. Mijn frigo, dat is nu niet zo erg. Mijn gitaar, mijn akkoordenboeken, alles. Ik denk dat ze vrij veel tijd hebben moeten hebben gehad om hun werk te verrichten. Mijn auto stond geparkeerd zoals in Leuven op de Bondgenotenlaan of in Brussel in de Nieuwstraat bij wijze van spreken, waar heel veel passage is. Yes. Hello, a little update about my story. I'm now with Melanie. Hi. at her family's in Città di Castello. Tomorrow we're going to drive to Verona or to Austria where her family lives. I will go to Belgium to fix my car, to change some stuff in my car, to buy a new laptop, buy a new camera, buy new stuff to be able to film again and make some more videos on my trip. So you know what my plan is, and I will stay for a maximum of 10 days in Belgium, and after that I will continue my trip, so it's not finished yet. Bye! Ciao! Manoeuvre bij Verona, onderweg naar Oostenrijk. Oostenrijk. Bijna. En we zijn in Oostenrijk. Voilà, mijn laatste stop voordat ik naar huis ga. Even een nachtje in Oostenrijk geweest. En ik ben weg. En dan even alles regelen voordat ik terug mijn reis verder zet. It is we want to give. When God gives to us, the very first thing we think is, I want to give back to God.
Duitsland, tussen Ulm en Stuttgart. En voor een 5 uur rijden ongeveer, ik ben thuis. Kemmental, de Duitse Emmental. Om toch nog een beetje humor in mijn filmpjes te steken. We zijn bijna in Stuttgart. Stuttgart, Mercedes-Benz. Tanken in Luxemburg. En hier zie je de zee aan licht van België. Vanaf nu, na lange tijd, gaan er weer straatlantaarns om de 5 potten zijn. Of om de 5 meter. Volgende afrit, Leuven. Doschotse Steinweg. Heel vreemd om ineens hier te zijn. 2 dagen geleden zat ik nog in... Città di Castello in Italië en nu ben ik ineens in België, thuis zelfs gewoon, heel vreemd. Ik heb vandaag 11 uur gereden, gisteren 9 uur gereden en de dag ervoor 5 uur denk ik. Goedemorgen. We zijn in België. Voilà, even thuis om aan, naar mijn wielen zo te kijken ook. Zien wat het probleem is. Ik heb mijn wiel eraf gehaald. Dan kan ik beter eens zien wat er juist allemaal scheelt. En nu dat ik hier ben, ga ik even gebruik maken van de tijd om alles uit mijn auto te halen wat ik niet gebruikt heb. En ook allemaal spullen dat daar bovenop zitten, dat ik tot nu toe niet heb gebruikt, om die hier thuis te laten. En dan kan ik met iets minder veel spullen vertrekken en dan kan ik ook alles nuttiger wegsteken dat ik heb en iets veiliger wegsteken. Oké, ik heb eindelijk mijn inschrijvingspapieren aangekregen. Ik heb daar 3 weken op gewacht. En als alles goed is, zit het erin. Ja. Ik kan terug vertrekken. Dus morgenavond ga ik vertrekken en nu nog wat spullen in orde maken van mijn auto. En dan ben ik weg. Olie vervangen en oliefilter vervangen voordat ik dit trek. Nieuwe oliefilter. Voilà. Oké, laatste spulletjes aan het pakken voordat ik vertrek. En nu moet ik oppassen dat ik naar daar kijk en niet naar daar, want mijn scherm van mijn camera is stuk. Maar nu hangt er een scherm onder, dus dat is een beetje ambetant, maar dat komt wel goed. Gewoon in de lens kijken. Oké, ik ben bijna weg.
tijd om te gaan. Ik ben 3 weken en 2 dagen in België geweest. Veel langer dan dat ik wou. Maar nu ben ik echt klaar om te gaan. Buiten dat ik mijn paspoort niet vind. En ik hoop dat ik die nog vind. Want voor Oekraïne en zo is dat wel nodig. Ik heb al heel de dag gezocht en niet gevonden. Dus we zijn sowieso weg. Ciao en wish me luck. Hopelijk tot binnen meer dan 4 maanden. Hopelijk komt het allemaal in orde nu. Eerste nacht terug in mijn auto. Ik heb er eigenlijk super veel zin in. Ik ga ervan genieten.